Universiteit van Nederland. Het klinkt levensgevaarlijk. Over de kop in de achtbaan, zonder veiligheidsbeugel. Dat zou ik zelf niet doen. Nee. Nee, lijkt me niet verstandig. Dat doe ik liever niet. Too risky. Ja, je voelt je toch zekerder als je vastzit. Ik wil er niet uitvallen. Toch zou het, natuurkundig gezien, prima moeten kunnen. Hoe dat zit, hoor je van Jurnan Schilder, werktuigbouwkundige aan de Universiteit Twente. Een achtbaan met alleen looping, ja, daar kun je prima zonder veiligheidsbeugel in zitten. Dat is geen enkel probleem. En hij kan het weten, want hij berekent welke natuurkundige krachten er op een achtbaanconstructie duwen en dus ook op jouzelf in het karretje. En als hij niet aan het rekenen is, stapt hij in zijn vrije tijd graag in een achtbaan om in levende lijven de veiligheid te testen. Ik weet niet of dat nou zo verstandig is om toe te geven, maar ik heb in best wel veel achtbanen gezeten zonder veiligheidsbeugel. Dat wil zeggen met een beugel die open stond. En ik ben er nog steeds, dus dat ging goed. Maar soms moet je je dan wel toch even goed vasthouden. Dit klinkt misschien als een gekke hobby, maar vroeger deden ze het altijd zo. En de eerste achtbanen die over de kop gingen hadden geen veiligheidsbeugels. Dat zal rond 1846 zijn geweest. En dat was een karretje voor één persoon. En een heuveltje rechtoplaag, één looping en dat was het eigenlijk. Daar zijn wel veel ongelukken gebeurd. Als je te langzaam daar doorheen gaat, dan ja, valt het karretje van de baan of de persoon uit het karretje. Dus ze kwamen er wel vrij snel achter dat je snel genoeg door een looping moest gaan om in het karretje te blijven zitten. Die snelheid zorgt er namelijk voor dat jij in je karretje wordt gedrukt. Om dat te begrijpen moeten we even naar de basics van de krachten op aarde. Tijdens een ritje in de achtbaan. Op aarde zijn er twee dingen belangrijk. De zwaartekracht, nou, die werkt altijd op je. Die wil jou eigenlijk naar het midden van de aarde trekken. En er is een kracht die ervoor zorgt dat je niet door het stoeltje zakt, of als je gewoon staat door de vloer zakt. Dat noemen we een normaalkracht. En die normaalkracht die houdt je juist een beetje tegen. Als je gewoon ergens zit of staat, zijn die krachten in evenwicht. Maar tijdens een ritje in de achtbaan zijn ze dat niet. De zwaartekracht die blijft altijd hetzelfde, maar de normaalkracht verandert wel. Door die kracht voelt het alsof je in het karretje wordt gedrukt. We duiken even dieper in die normaalkracht. En dat doen we in Toverland. Daar gaan we, jawel, in de achtbaan. Maar we beginnen met de voetjes op de vloer. Hoe groot de normaalkracht is, drukken we uit in G-krachten. Dus ons lichaam is eigenlijk gebouwd om op de oppervlakte van de aarde te lopen. Daar ervaren we de zwaartekracht van de aarde. Eén keer de zwaartekracht van de aarde. Eén keer je gewicht. En ja, de vloer drukt precies die kracht weer terug, de normaalkracht. Dat noemen we 1G. En als we ver weggaan van de aarde, ver genoeg, astronauten die zweven in de ruimte, die ervaren eigenlijk gewichtsloosheid, 0G. De krachten die je normaal naar de aarde trekken, zijn daar te zwak. En daardoor kunnen ze zweven. Tijdens een achtbaanritje kan je ook het gevoel hebben dat je zweeft. Als je heel hard over zo'n heuveltje rijdt. Als je nou kijkt naar wat die normaalkracht is aan de bovenkant van het heuveltje, dan is die minder dan 1G. Bijvoorbeeld een half G. En omdat het dan minder is, voel je je lichter. Dat lichter worden, die kriebel in je buik, dat gaat richting het gevoel van zweven. En precies bij 0G zou je echt loskomen van de vloer of loskomen van je stoeltje. Maar in een looping gebeurt dus juist het tegenovergestelde. In een looping of in een bocht is die normaalkracht juist groter. Tot wel 3G in een bocht of bijvoorbeeld 5G in een looping. Dat is dus een veel hogere kracht die op je werkt. Je voelt je dus zwaarder en de ervaring die je hebt is dat je in het stoeltje wordt gedrukt. Nou, het is eigenlijk alsof je eigen lichaam twee keer zo zwaar wordt. Je voelt je niet alsof er van buiten iets of iemand op je drukt, maar het voelt gewoon alsof je eigen lichaam zwaarder wordt. Dus jouw spieren zijn gewend om te bewegen, gewend aan je normale gewicht. Dus als dat in één keer zwaarder voelt, ja, wordt dat allemaal moeilijker om te bewegen en voelt twee keer zo zwaar aan. En dat ervaar je ook tijdens zo'n ritje in de achtbaan. Op het moment dat je echt door een dal gaat of een hele scherpe bocht maakt, is het heel moeilijk om je armen omhoog te tillen of je benen omhoog te bewegen.
We gaan nu even die G-krachten ervaren in ons lijf, in de achtbaan. Ja, we gaan nu omhoog op de lift en je voelt dat de kracht nu veel meer op je rug zit in plaats van op je kont. Het is nog steeds wel 1G. Jurnan komt bijna niet boven het kabaal van de achtbaan uit, maar de rit, die gaat beginnen. En dan stort het karretje omlaag, gaan we over een heuveltje heen waar Jurnan makkelijk zijn benen omhoog kan bewegen en we dus eigenlijk heel licht zijn. En dan duikt het karretje de looping in. Het lukt bijna niet om onze handen op te tillen omdat we zo hard in het stoeltje worden gedrukt. Het hele parcours, bochten, heuvels, loopings, zorgt ervoor dat de normaalkracht steeds een beetje verandert. En zolang die sterker is dan de zwaartekracht, drukt er meer dan 1G op jouw lichaam en val je dus niet uit die achtbaan. Tenminste, zolang je maar genoeg vaart hebt. Of je wel of niet uit het karretje valt tijdens een looping, hangt van de snelheid af. Dus als je super langzaam door die looping zou rijden, ja, op een gegeven moment, nog voordat je de top hebt bereikt, zou je uit het karretje vallen. Maar goed, in de achtbaan ga je in principe altijd met een flinke snelheid door die looping. Om nog iets makkelijker uit te leggen hoe het kan dat je dan in het karretje blijft zitten, pakt Jurnan er een emmer water bij. Nou, je zou zo'n looping eigenlijk best wel kunnen vergelijken met een centrifuge en daar, ja, dat je was valt niet uit de trommel. Of met een experimentje met een emmertje water. Dat water, dat moet jou voorstellen, de passagier. En de emmer het treintje. Nou, stel dat we die rondslingeren. Ja, dan blijft het water in de emmer zitten. Die wordt ook in de emmer gedrukt. Nou, dat gebeurt ook met je lichaam. Die wordt heftig in het karretje gedrukt tijdens de looping. En dat komt dus door die normaalkracht? Dat komt door de normaalkracht. Ik word dus een soort van samengedrukt in mijn karretje door een combinatie van de normaalkracht en de zwaartekracht. En om niet uit mijn karretje te vallen, moet de normaalkracht groter zijn dan de zwaartekracht. En in de looping is dat het geval. Waarom zit die veiligheidsbeugel dan überhaupt in een achtbaan? Want je zou denken dat we prima zonder kunnen, toch? Bij heftigere achtbanen heb je een veiligheidsbeugel nodig op het moment dat je bijvoorbeeld heel langzaam over de kop draait of een heel heftig heuveltje hebt waar je anders los zou komen van je stoel. Dan zou je omhoog veren eigenlijk. Dan zou je omhoog komen en ja, die beugel die zorgt er dan voor dat je gewoon in je stoel blijft zitten. Maar bij achtbanen met alleen maar positieve G-krachten, waarbij je de hele tijd in je stoeltje wordt gedrukt. Nou, dat kan ook bijvoorbeeld nog best een achtbaan zijn met een looping. Dan heb je eigenlijk die veiligheidsbeugel niet nodig om in de trein te blijven zitten. Hetzelfde geldt ook nog trouwens wel voor kurkentrekkers. Als je daar maar snel genoeg doorheen gaat, dan blijf je ook prima zitten. Maar meer complexe vormen met een halve looping die wegdraait naar de zijkant of een rol, daar heb je wel een beugel nodig. En wat nou als er iets misgaat tijdens het achtbaanritje? Theoretisch gezien kan de trein vastlopen terwijl die op zijn kop staat. Maar dat is echt, dat gebeurt nooit, want dat is een soort denkbeeldig scenario waarbij alle sterren van het firmament goed moeten zijn en je heel veel pech moet hebben. Het is nog nooit gebeurd dat een achtbaan is gestopt op zijn kop. Ja, in Walibi, België is dat gebeurd. Nou, 30 jaar geleden. Het park liep een treintje van de achtbaan vast, juist op het letterlijke hoogtepunt van de attractie. 26 passagiers moesten noodgedwongen 2 uur lang ondersteboven wachten op hulp. Tot die tijd hielden de beugels in de wagentjes de pretparkbezoekers half zittend, half hangend op hun plek. Maar dan moeten er echt meerdere dingen fout gaan. Er moeten onderdelen afbreken en dan precies op dat punt moet je dan stil komen te hangen. Dus dat is eigenlijk kan dat niet. Op het moment dat de trein van de lift af is, rijdt hij gewoon het hele traject af. Omdat hij die snelheid heeft. Ja, precies. En er zit geen motortje in de trein, er zit geen motortje op de baan. Dus vanaf het moment dat hij over de top is, rijdt hij volledig op zwaartekracht het parcours af. En de achtbaan is zo ontworpen dat hij niet halverwege kan stoppen. Dus de kans dat zoiets gebeurt is ontzettend klein. Achtbanen zijn ontzettend veilige apparaten. Dat komt omdat het ontwerp aan hele strenge normen moet voldoen. Maar ook het onderhoud dat parken uitvoeren, de technische dienst van het park, moet aan hele strenge eisen voldoen. Dus er zijn ook externe inspecties die worden uitgevoerd om er zeker van te zijn, ja, dat een park op een goede manier omgaat met het onderhoud. Ja, daardoor kan eigenlijk bijna niks misgaan met een achtbaan wat daadwerkelijk een veiligheidsrisico is voor de mensen.
Gelukkig. Dank je, Jurnan. Oh, je gaat nog een keer. Tot de volgende!